olifanten de ruimte geven. Dat is wat we doen in Kavango Zambezi. Dat is hard nodig, want door versnippering van hun leefgebied kunnen olifanten soms hun voedsel en hun water niet meer vinden. Dan komen ze in aanraking met mensen en hun akkertje en ontstaan er conflicten. Daar vallen gewonden bij en soms zelfs doden, maar vooral veel schade aan akkertjes en aan de olifanten. Samen met de lokale bevolking pakt het WNF dit probleem aan. Onder andere door corridors aan te leggen, zodat olifanten vrij kunnen bewegen tussen beschermde gebieden, zonder dat ze in aanraking komen met de lokale bevolking. Ten tweede proberen ze een andere vorm van landbouw te bedrijven, waardoor er een hoge productie op een kleiner gebied ontstaat. Als laatste zijn er heel veel methodes om te voorkomen dat olifanten op die akkertjes komen en ze plattrappen. Zoals bijvoorbeeld schrikdraad. Een van de resultaten die we nu al zien, is dat door die verbeterde landbouwmethode zowel de olifant als de mens profiteert.